Hey, dames en heren, welkom bij een nieuwe video van de Nieuwsgierige Gasten. Ja, we hebben vandaag weer een fucking vet item. Vandaag gaan we een bioscoopzaal kapen voor onszelf. De bioscoop is natuurlijk dicht, maar we missen de bioscoop ontzettend. Ja. Dus hebben we een bioscoopzaal gewoon weer nodig in ons leven. Maar we gaan geen film checken. What? Wat gaan we dan doen? We hebben hier in onze rugzak hebben we de PlayStation 4 met een FIFA-spelletje. En wij gaan een potje gamen. Zit er al spannende muziek onder? Nee? Nu wel. Nu mag het. Oké, we hebben gisteren heel eventjes contact gehad. Ja? Ik heb ze opgebeld onder de naam Joost Dijkstra van de Media College. Ja. Maar wat is ons verhaal? We zijn van het Media College. We komen binnenkort een masterclass geven aan een aantal studenten omtrent media. Ja, wij moeten herkennen, is dat onze dekmantel? Juist. Wij moeten even een zaal inspecteren of die geschikt is voor onze presentatie, onze les. Helemaal goed. Nou, het is duidelijk. Hey, goeiedag. Hallo. Hallo. Deze meneer heeft contact gehad met een van Joost Dijkstra, ik heb gisteren gebeld. Wij zouden de zaal kunnen bekijken. Want wij kunnen hier binnenkort een college geven. Hebben we afspraak over? Contact over gehad? Ik kan even bellen. Ja. Nee, zou dat we even langs konden komen? Heeft dat echt gezegd? Ja? Nou ja, dat heeft ze echt gezegd. Dat is mij verteld. We zouden alleen even de zaal kijken. Even onze presentatie kijken of het aangesloten kon worden. Ja, maar dat doen we. De zalen zijn niet bezet. Dus... Oh, ze zijn allemaal bezet? Oké. Okay. Nou, dan denk ik dat het handig is om op een later tijdstip een keer terug te komen. Oké. Hebben we contact? Wij houden nog even contact dan. Ja. Ja, bedankt in ieder geval. Tot ziens. Oké, net is het niet helemaal gelukt. Nee. Maar voor de volgende locatie hebben we ons iets beter voorbereid. Want we hebben contact opgenomen met Rialto, zo'n bioscoop hier in Amsterdam. Ja. Daar hadden we contact met... Ja, en zij denkt dat wij langskomen. Zij denkt dat we langskomen en dat wij gewoon even de zaal gaan bekijken wat we ook gaan doen. Maar we hebben ook de PlayStation dus mee. En die PlayStation moet even aangesloten worden, want daar staat onze presentatie op. Ja, in de vorm van een FIFA 20 cd'tje. Ja. Het wordt heel slap lullen. Ik ben ook heel erg benieuwd of het überhaupt kan. Kan je de PlayStation aansluiten aan een projector die vervolgens op het witte doek verschijnt? Ja, maar we hebben nu een afspraak. Volgens mij bellen ze al, dus laat die kant op gaan. Ja. Hoi. Wij zijn van het Media College. Ja, wij zijn van het Media College. We hebben even gebeld namelijk. Ja, ja, en wij mochten vandaag eens even langskomen. Ja, ik zal het mee. Top. En het zijn iets van filmzalen. Dit is de eerste. Die staat nog al een keer. Ja, wij hebben hier ook een programma gemaakt. Dus, Ja, we hebben filmbasis hier gemaakt en we mogen nu een gastcollege geven voor het Media College. Ah, ja. En ze dachten, hoe leuk is het dan dat we dat dan ook echt letterlijk doen op de locatie waar we natuurlijk het programma hebben opgenomen. Ja. Wil u wel de middenzaal zien? Ja, eigenlijk in principe de grootste zaal. Ja. Toch even de grootste zaal. Ja, de grootste. Waar is het? Hier? Dit is de zaal? Dit is de zaal. Mooie zaal. Hele mooie zaal, ja. Kan die PlayStation hier bijvoorbeeld op aangesloten worden? Dan moet ik echt even aan Oh. Nul techniek. Ja, snap ik. Even checken hoe dat uitvalt. Hi. Hallo. Hallo. Hoi. We hadden een vraagje over... Wil je de presentatie doen? Ja. Ja. En die hebben we op een PlayStation staan. Ja. We hebben de kabels ook bij ons. Als we het even kunnen proberen, zou dat wel echt fijn zijn. Ja. Oké. Moeten we even meelopen, ja? Ja, loop even mee. Dankjewel. Ja. Ook even de PlayStation. Ik heb namelijk. Een beetje licht erbij. Ik heb zeg maar. Sorry, nee. Ja. Dan hebben we controllers nodig. Ja, dit even open. Het raam mag niet open. Nee, dat is vol raam. Nou, dat is top. De PlayStation kan aangesloten worden, want als je dit hebt, dan doet hij het. Ja, ja, dat is top. Ja, dit is wat we moeten hebben. Hé, hey, Niels. Ja? Kijk jij eens even in de zaal. Ik wil allebei in de zaal kijken. Oh ja, top. Hij doet het. Hij doet het. Oké. We kunnen doorlopen of alles werkt. De presentatie doe ik eventjes in de... Ja, ik heb alleen geen geluid. Dan... Zo, starten. Ja, zullen we even in de zaal even de presentatie proberen? Zal ik even de PlayStation daar neerzetten? Iets dichterbij. Dichterbij. Bij het raam. Dat voor de verbinding. Ja.
Zouden wij onze presentatie even in alle rust mogen ja? oefenen? Oké. Nou, dan ga ik hier alvast staan. Ja? Nou, introductie, goeiedag allemaal. Nou, we zijn vandaag bij Interactieve Sports. We gaan het vandaag hebben over e-gaming. E-gaming e-sports. En integratie in consoling. En waar wij vooral de nadruk op willen leggen is de sponsorborden die bijvoorbeeld in gamewedstrijden. Hoe dat nu tegenwoordig, hoe sponsoring geïntegreerd wordt. Dus laten we even kijken naar een wedstrijd van bijvoorbeeld FIFA. Ja, dan heb je langs de zijlijn. En dan heb je langs de zijlijn en dat is... Ja, die game marketing die is gewoon in een nieuw jasje tegenwoordig gestopt. Dus laten we daar heel even naar kijken. Okay. Dus dan moet je FIFA opstarten. Ja. Hey, je had reclameborden, Niels, ja. Bij een hele specifieke wedstrijd. Dat was Barcelona tegen... Real Madrid. Dit werkt helemaal goed. Dan moeten we naar de reclameborden toe tijdens deze wedstrijd. Wel een Champions League wedstrijd was het en het was ook een Champions League finale. Ja, ik ben benieuwd of dat kan, maar goed, we gaan het zien. Als je nu naar de wedstrijd kijkt, hier is Nissan. Nissan zie je daar. Ja. Oh, dan kunnen we er zo doorheen. Top, ja. Bedankt. Oké, gaan we beginnen? Gewoon die hele zaal voor onszelf, hè. Dat is echt helemaal gestoord. Dit is toch gestoord, ouwe. Het is één belletje vooraf. Ja, we zijn namens mee naar het lezen. We willen even een presentatie checken. Eén belletje. Oké, Niels. Fijne wedstrijd, hè? Oh shit, maar het is wel lagging. Het beeld is zo groot dat het een beetje hapert. Met R2, toch? Gozer, ik snap er helemaal geen reet van, ouwe. Hoe ren ik? Ja, maar... Gozer, die van mij reageert niet eens. Is Sergio Busquets. Hey, fuck jou, man. Hey! Ik heb het doodgestoeld. Echt, triest. Hoe oud ben je, gast? Hoe oud ben je? Ja. Je hebt een kind, toch? Nee. Geef je kind aan, hoor. Oh. Oké, dit is wel gaar. Hier, zoals je hier ziet, heb je herhalingen. Dus Rakuten komt er weer voor. Ja. Kijk, dit is natuurlijk de sponsors van de clubs die daar zelf voor betalen. Maar om in het spel te zitten en een sponsor te zijn, ja, komt er naar voren. Nou, zoals je ziet, Mastercard komt er naar voren. Dit zie je in het echt ook. Maar dit is wel gewoon sponsoring in-game. Ja. Nou, nog wel een helftje. Want na dit helftje is dit is zeg maar de Champions League finale. 5 minuten? 6 minuten? Nee, maar goed, en dan zal ik... Oh, oké. Okay. Ja? Ik moet het even weten, dan ga ik wat anders doen. Oh, oké. Nee, dan hebben we nog even nodig. 10 minuten, kwartiertje klaar. Oké. Ja? Okay. Ja? Dan kom ik daarna terug. Oké, top. Ja? We zijn het rijk voor ons leven. Geus, is dat anders genoemd? Gewoon FIFA in de bios. Oh! Wat is dit voor goal? Wat is dit voor goal? Geus, het is voor het eerst dat ik dit spel speel, pik. Dit is een hele lijpe goal. Laat het is echt een hele zieke goal, hoor. Oh! Hé, hey, ja, dat is de penalty inderdaad. Huh? Feiten, ja, is net te bijten, hè? Net te bijten. Kan dit? Ik denk dat wij hier nog een uur zouden zitten en rustig even positief spelen of zo. Ja. Kan prima, niks aan de hand. Oké, die mensen staan nu te wachten, dus laten we nu even. Ze staan nu wel ook wel op mensen staan. Volgens mij hebben we het. Ja. Toch? Neem jij het ding mee? Fles? Ja. Doe dit uit. Hè? Check. Nou ja, de PlayStation werkt. Dat is duidelijk. En ik kan er weer de PlayStation meenemen. Ja, we gaan lekker. Ja? Sorry? Ja, even ontkoppelen. Ja. Bedankt in ieder geval voor vandaag. Dat we even de zaal mochten testen en kijken. Ja. Ja, daar hebben we ook contact mee gehad. Fijne dag. Hoi. Zo, dat ging goed. Ja, dat ging eigenlijk redelijk goed. Bal voor jou. Je hebt 3-1 heel hard verloren eigenlijk. Huh? Gemaakt. Ik was toch Barcelona? Nee. Zie je hoe goed ik tegen mijn verlies kan? Laten we het er niet meer over hebben. Ik vond het wel heel vet. Ik had nooit verwacht dat dit zou lukken. Nee, en het ging echt reet makkelijk. Als jij gewoon een bioscoopzaal voor jezelf nodig hebt, nu je gewoon voor als een school dat de les geeft, dan ga lekker met je maat gamen. Nou ja, nu wij dit uitzenden, gaat het natuurlijk nooit meer lukken in de rest van Nederland. Maar nee, want alle bioscopen kijken natuurlijk naar ons. Dus ja, dat klopt. En alle taxichauffeurs kijken naar ons. En alle ijskoermannen kijken naar ons. Echt elk vakgebied kijkt naar ons. Ja, maar vond je het een leuke video? Durf een duimpje omhoog. Lieve comment. En dan zien we volgende week gewoon weer terug.
Later. Lieve comment. Ja, die heb ik niet eerder gehoord. Kom er wel lekker. Ja, lekker Engels aan. Lieve comment. Kritte van Jos. Lieve comment.